Sanne, we zijn nu op het opvangadres aangekomen. Wat gaan we nu precies doen? Nou, we gaan de kippen, de kratten uit de wagen halen en die brengen we naar de plek waar ze ingaan. Dat is een grote ren waar ze ingaan en daar zullen ze een tijdje blijven om verzorgd te worden. Waarom kunnen ze niet meteen de wei in? Daar zijn ze gewoon nog veel te zwak voor. Ze moeten eerst, je moet nagaan, dit zijn kippen die alleen maar draadgaas onder hun voetjes hebben gehad. Sommige kippen zullen moeten leren lopen zelfs, dus ja, ik bedoel, je kunt ze niet zomaar de wei insturen, want dat betekent gewoon voor de meeste kippen hun dood. Nou, er wordt nu gekeken naar de cloaca, of dat er wel goed uitziet, want hij kan gewond zijn, het kan eruit hangen en dan is het heel gevaarlijk, want dan kan de kip doodgepikt worden door andere kippen. En dan wordt de kip even apart gezet als dat zo is en dan wordt hij dichtgenaaid en krijgt hij medicatie. Wat is een cloaca? Een cloaca is eigenlijk waar de poep, de plas en de eieren uitkomen van de kip. Waarom zijn die kippen zo bleek? Die kammen en die lellen die zijn zo bleek omdat ze gewoon nooit in de buitenlucht zijn geweest. En in feite hebben ze gewoon een soort bloedarmoede. Ze zitten hier nu een kwartiertje, denk ik. Het lijkt toch of ze wat los komen. Ja, leuk hè. Je ziet ook gewoon dat ze echt met hun voetjes al beginnen te bewegen. Naar zaadjes zitten te zoeken. En dat is gewoon heel erg mooi. Hoe ze eerst heel verdwaasd zitten en niet weten wat te doen. En nu zie je ze loskomen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook altijd het mooiste wat we meemaken.